ga er open-minded in. Laat je er gewoon in vallen en dan zie je vanzelf al wat er gebeurt. Want het is aan het begin echt, je denkt echt, wat is hier nou weer aan de hand? Wat voor zweverig gedoe is dit? Maar uiteindelijk haal je er zoveel uit en ja, je geniet ervan. En je groeit er heel erg door. Zal ik beginnen? Hoi, ik ben Misha. Ik ben 18 jaar. Ik kom uit Eindhoven en ik heb hiervoor fysiotherapie gedaan. En toen ben ik naar Empower gekomen. Ja. Hoi, ik ben Mort. Ik ben 19 jaar. Ik kom uit Geffen. Ik heb MBRT gedaan en toen daarvanuit ben ik naar Empower gegaan. Was het de keuze omdat ik een beetje het gevoel had alsof ik de enige was of zo? En de studiecoach die zei van, ik denk dat het jou wel kan helpen. En ik hou wel van gezelligheid. Ja, mij was ze ook aanbevolen door mijn studiecoach. En het was vooral ook het deel zelfontwikkeling dat mij heel erg aantrok tot Empower. En dat heeft ook wel geholpen. Ik vond het zelf heel fijn, want daardoor had ik wel gewoon de richtlijnen die ik moest. En werd ik ook wel ondersteund, maar niet te veel ondersteund dat ik zelf geen input meer leverde. Dus ik heb gewoon alles eigenlijk al zelf gedaan, maar ik ben alleen maar een beetje gestuurd. Op een fijne manier. Ja, ik vond het wel heel fijn, omdat ik na een tijdje eigenlijk al mijn studiekeuze wist. En dit project gaat wel om je studiekeuze, dus kon ik daarna gewoon zelf de rest van mijn traject invullen op de manier waarvoor ik het nodig had. Dus dat je niet echt aan één route vastzit, vond ik daardoor wel heel fijn. Nou, ik heb geholpen met het organiseren van Unleash. Dus daar heb ik wel heel veel mensen ontmoet. Dat vond ik heel leuk. En je leert ook gewoon de verhalen van andere mensen. En ik vond het gewoon heel interessant eigenlijk. Want er komen ook allemaal mensen van andere plekken van de wereld en zo. En daar leer je dan mee connecten. En die stel je dan weer voor aan andere mensen. En zo toch, dan loop je hier rond en dan zie ik hier toch weer wat meer bekende gezichten, zeg maar. Ik vond het altijd heel leuk. Net zoals met op die barbecue. Dan zie je opeens allemaal mensen met wie ik dan een festival heb georganiseerd. Dat is wel leuk. Ik zelf denk wel de connectie die ik had met alle andere studenten. Want iedereen kwam toch van een andere achtergrond af, van een andere studie. Maar iedereen had toch hetzelfde doel om weer een nieuwe studie te vinden. En dat vond ik heel leuk. Om elke keer gewoon iets te weten over de studenten zelf en waar ze vandaan kwamen en wat in hun toekomst lag. Nou, ik vond de kans op persoonlijke groei ook heel fijn. Ik denk dat ik daar zelf heel veel aan heb gehad. Misschien nog meer dan het studiekeuzegedeelte. Ik vond Challenge 6 heel leuk. Maar ik was ook gewoon heel trots op mijn eindwerk. Dus. Ik had als eindwerk een vriendenboekje gemaakt. En dan met alle mensen die veel voor mij betekenen. Omdat ik erachter kwam dat mensen om mij heen, dat mij heel vrolijk maakt. En ik was zo trots op dat eindwerk. En gewoon, daarin kon ik ook echt laten zien wat ik heb geleerd hier en alles. Dus ik denk dat dat mijn favoriet was. Gewoon omdat ik nog steeds echt heel enthousiast ben als ik daar weer naar kijk. Voor mij was denk ik Challenge 2 het spel waar je moest maken. Niet per se het spel zelf zozeer, maar vooral de handleiding. Want daardoor heb ik gewoon heel erg terug kunnen blikken op vroeger. En heb ik gewoon allemaal uit kunnen typen en gewoon helemaal over kunnen nadenken opnieuw. En daar heb ik eigenlijk echt heel veel weer uit geleerd. Wat mij uiteindelijk wel weer heeft geholpen om stapjes vooruit te zetten in zelfontwikkeling, denk ik. Heel leuk, heel gezellig. Soms was het meer alsof je zeg maar vrienden hadden die je gewoon even wat tips gaven in plaats van dat het echt als een docent of zo was. Het voelt gewoon heel vertrouwd als je hier binnenkomt. Ook nu dan kom ik hier binnen en dan gelijk gewoon blij hoofden en dan zie je René daar achter zitten en dan ga je even hoi zeggen en dan is het gelijk helemaal vrolijk. En ja, het voelt gewoon altijd heel vertrouwd als je hier gewoon binnenkomt lopen, alleen al door de mensen die er zijn. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel helemaal mee eens. Ze voelden ook gewoon heel erg down to earth. Inderdaad, gewoon eigenlijk als vrienden of zo. Gewoon, je kon er altijd naartoe om serieuze onderwerpen te bespreken, maar ook gewoon om minder serieuze dingen te bespreken. Het was gewoon altijd gezellig. Oh, die vliegtuigjes gooien. Oh ja. Die vond ik leuk. Moest je vliegtuigjes zo ver mogelijk weggooien. En degene die hem over een bepaalde lijn in mochten, die mochten dan naar huis.
was wel leuk. Daar heb ik Lieve ook ontmoet. Daardoor ben ik een vriend geraakt met Lieve. Ja, ik vond het ook wel fijn, want het was echt in onze eerste week en toen kregen we daardoor een beetje connecties. Ja, je mocht ook niet met iemand uit je eigen challenge. Dat vond ik ook wel fijn. Want zelf ook die ene keer trefballen buiten vond ik heel leuk. Ik was best wel competitief en ik had uiteindelijk gewonnen. Dus ja. Ik vond het wandelen ook wel leuk, als er zo'n rondje in beweging gingen om de campus, zo'n rondje. Was ook altijd leuk. Ja, ik vond vooral de actieve dingen gewoon eigenlijk het leukste meestal, want daar haalde je ook iets uit en was je ook echt gewoon bezig en ook connecten met andere studenten. Dus ja, in het begin was het even een hele switch die je moest omzetten of zo, want je bent heel lang dan op één ding gefocust geweest en dan moet je dat volledig loslaten en dan door naar het volgende. Maar het is wel leuk, want je leert er heel veel van en ik vond eigenlijk elke challenge wel heel interessant. Vond ik. Ja, ik vond het zelf ook wel echt wennen, maar toen ik eraan gewend was, vond ik het echt super fijn. Want je ging gewoon met vaten doorheen. Het voelde zeg maar sneller dan het eigenlijk was. En ik leerde er inderdaad heel veel uit en ja, je maakte gewoon progressie. Ja.